See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Oké, vandaag de gast bij de Western Spaghetti Podcast is Freddy Lont. Freddy is onder meer schrijver en regisseur van de kortfilms Medicine Man en Happy Days. En daarnaast werkt hij ook aan de serie Medicine Man, die nog volop in development is. En hij heeft ook een eerste novel geschreven, The Man from the Fridge. Dus dat is een hele boterham om over te praten. Dus Freddy, welkom. Of moet ik zeggen, El Jefe, zoals ik gelezen heb op je biografie, op je website. Ik wist niet dat dat je bijnaam was. Ja. Heb je die zelf verzonnen of heb je die gekregen van iemand? Een beetje zelf. Dat is wel een coole bijnaam. Ja, beetje grappig toen. Ja, inderdaad. Maar jij komt eigenlijk van Estland, hè? Dat is waar je geboren bent. Bent dan als tiener naar België gekomen. Mm-hmm. Hoe was dat om als tiener in België terecht te komen? Kunt je die ervaring eens omschrijven? Ja, dus als tiener naar België te komen, dat was totaal, ja... ik zou niet zeggen dat dat een cultuurschok was. Soms wel, soms niet, maar ja... Het is natuurlijk die blend van nationaliteiten. Dus, want in Estland heb je maar Noorse mensen, zo Nordic eigenlijk, dus... De Scandinavian. Scandinavian. En ik vond dat hier wel cool. Dat zo, ik ging Nederlands studeren. Ik was toen 14 jaar, waren in klas met Afrikanen, Marokkanen, Russen ook. Het was een aangename ervaring, ondanks dat ik maar 3 maanden die taal heb geleerd. Op 3 maanden? Ja. Had je eigenlijk de basis gelegd om je plan te kunnen trekken hier... Ja, dan ben ik direct naar middelbaar gegaan. Ja, dus. Ja, en daar heb je de rest geleerd waarschijnlijk. Ja. In je biografie heb ik gelezen dat jij van droge humor houdt en ook de underdog support. Is dat iets dat vaak terugkomt in de verhalen dat jij schrijft? Ja, droge humor, dat zit een beetje in onze familie ook. Dat heeft heel veel te maken met mijn vader natuurlijk. Hij doet niks anders dan droog spreken. Dan droog zijn. Een beetje van hem overgenomen. En als je dan over droge humor praat, moet ik dan ook een beetje verstaan dat dat vaak ook sarcastische humor is? Mm-hmm. Ja. Okay. Ja, eigenlijk onder droge humor sta ik zo... Moet je nu ermee lachen of moet je me nu blijten? Mm. En dat blijft hangen. Wow. En dan moet je... hangt er vanaf natuurlijk van je eigen humor, wat je daarvan vindt. Dus. Afhankelijk van de kijker of de lezer. Ja, ja. En is dat iets waar je bewust rekening mee houdt als je iets schrijft dat je denkt, ja, nu wil ik er zo toch wel een stukje in verwerken? Die droge humor, dat komt organisch gewoon. Dat komt organisch, oké. Hoe zal ik nu zeggen? Breaking Bad en zo. Dus die relatie tussen Walter White en Jesse Pinkman. Voor diegene die heeft die serie natuurlijk. Ik heb het gezien. Ja, dat is een massie serie dus. Ja. Ja. En kun je daar een voorbeeld uit geven? Want er zullen sowieso nog mensen zijn dat die serie gezien hebben. Belangrijke scène waar je weet van, ah, daar gebeurt. Ja. Het is wel grappig zo, als ze aan het meth aan het koeken zijn in de RV. Walter White is aan het meth aan het koeken en hij heeft zo'n short aan met alleen een onderbroek. En dan Jesse is hem aan het filmen zo. En, Mr. White, little looking sexy or something. En, het is zo kleine dingetjes zo. Als Walter White zegt tegen Jesse zo, I'm not a street guy, yo. Zo, zo. Eigenlijk ben al details. Ja. Die dat voor u misschien harder opvalt dan voor sommige andere mensen. Dat zal sommige mensen, denk ik misschien, of kijkers, gaan dat sneller erover zien. En jij hebt van, dat is eigenlijk wel goed geschreven. Dat is omdat dat ook de relatie waarmee dat ze met elkaar omgaan, dat ook nog iets versterkt. Soms is dat ook wel raar, want soms bedoel je één ding niet als humor, maar toch hoe dat gedeliverd wordt door een acteur, komt dat juist dan, dat is wel grappig eigenlijk. Mm. Dat we toch over Breaking Bad bezig zijn. Mm-hmm. Is dat ook een van de meest belangrijke series voor u, Breaking Bad? Ja, dat heeft mij heel veel geïnspireerd
tijdens het schrijven van Medicine Man, de serie. Samen met de Sopranos. Je zou die kunnen beschrijven, Breaking Bad en Sopranos, als heel, heel veel met shock value en zo. Maar eigenlijk, er is weinig geweld. Maar als er geweld is, dan is dat wel hevig. En ja, familie staat centraal in die series. En, dat heb ik ook in mijn eigen serie proberen in te werken. Natuurlijk ook, het is ook zo dat kun je niet beginnen met een familieleven te laten zien. Je moet dat interessant maken. Bijvoorbeeld in Medicine Man, dat is ook juist zo dat je begint met twee kerels die heel vuil gebekt zijn en apotheekovervallen doen en zo van die dingen. En wat ze allemaal zeggen, wat ze aan het lullen zijn, dat zo. En je denkt, waar ben ik nu beland? En dan ineens zit je, eentje doet juist die oorvallen om maandelijks huur van, te betalen van het rusthuis waar dat zijn oma woont. Die is met zijn vriend opgegroeid en eigenlijk diep van binnen wil hij dat zijn vriend zo'n loesje zak niet doet. Maar hij is zelf ook erin vast verzeild geraakt. Ja. En, het gaat niet om de money, het gaat om de survival eigenlijk. En dan wek je zo empathie voor die karakters. En nu komen we terug ook op bij Walter White natuurlijk. Hij begon voor de familie te zorgen door meth te verkopen. Maar toch was het echt iets diep van... van binnen bij hem, want hij wou nog eens een keer levendig voelen, want hij was hij had kanker, dus hij was hoe Vince Gilligan heeft hem beschreven als de character arc van Mr. Chips to Scarface eigenlijk. Dus hij hield van die power. Dus ja, bij Medicine Man is dat een beetje anders, maar ik hou van die, ja, zoals je zei, voor die, over de underdog, ik hou wel van die milieu. Dat alles is een façade als je kijkt on the surface. Oké, dat zijn criminelen, dit en dat. En je eerste instinct als een gewone kijker is, amai, ik wil echt niet, die zijn slecht. Maar als je dieper in kijkt, in hun dagdagelijkse leven, dan ja, er zit veel meer in dan dat. Ja, het gaat niet om de moraliteit. Daar hou ik niet van. Echt niet van, om de moraliteit door de strot te duwen. Maar wel day in the life. En wie day in the life van de Sopranos heb ik eigenlijk naar Medicine Man toegebracht. Ja. Dus we zijn gewoon zien hun levens. Ja. En is dat iets als je nu, hè, want je hebt nu de aflevering van Medicine Man zijn allemaal geschreven, denk ik, of nog niet allemaal, ja. Als je dat nu aan iemand laat lezen dat niet superveel weet van schrijven of niet veel met film bezig is, heb je dan niet vaak, krijg je niet vaak een reactie van, ah, dat is weer precies, het gaat over criminaliteit, het zijn gangsters, ja. Dat je denkt, ja, maar zo oppervlakkig is het niet, maar mensen denken wel dat het zo oppervlakkig is. Mensen die... als ze de pilot niet hebben uitgelezen, dan wel. Soms stoppen ze bij de 10e pagina. Dan kan ik wel begrijpen. Dan weet ik dat ze het niet uitgelezen hebben. Maar mensen die hebben uitgelezen, dan gaan ze wel met mij in conversatie en vertellen over... Ja, eerst had ik... maar het goede aan is dat dat niet blijft... Dus de pen is heel mighty. Hè? Als je op papier woorden kunt zetten die emoties opwekken bij een lezer. Ja, daar hou ik van. Eerst is het afschuw, dan wordt het compassie ineens. En die, ja, dat niet monotoon blijft. En hoe belangrijk is feedback van mensen voor u? Feedback is voor mij belangrijk, want oké. Natuurlijk, als schrijver ben je sowieso... Je hebt een zekere arrogantie in je, want je denkt dat wat je schrijft is belangrijk.
En de lezer moet dat lezen. Bijvoorbeeld medicijnen laat ik niet aan mensen lezen die graag naar die alleen van romcoms houden, bijvoorbeeld. Dus dan weet ik dat het feedback zal anders zijn. Maar wel mensen die graag van edgy humor houden. Subgenres, zo crime gemixt met zwarte komedie eigenlijk. Zo. En is het dan niet belangrijk om ook aan mensen te luisteren die niks met dat genre te maken hebben? Ja, soms wel natuurlijk, want als je één punt, kritieke punt terug ziet komen, verschillende mensen, dan... Ja, in het begin kan ik misschien mezelf erger daarin, maar daarna zie ik wel, ja, die persoon had wel gelijk, dus ik had dat moeten fixen. Dus. Ja. Oké. Om misschien even Medicine Man te plaatsen, moet ik even een paar jaar teruggaan naar het Narafi-tijdperk. Je hebt daar als eindwerk Medicine Man gemaakt, de kortfilm. Dat was ook je eerste samenwerking met je twee partners in crime, Marwan en Nicolas. Hoe was het om die kortfilm in die periode te maken en dat concept te bedenken? Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Ja, dat was heel... turbulent eigenlijk. Dat was om medicijnen een kortfilm te maken. Dat is inmiddels 5 jaar geleden, denk ik. Ja. Toen wist ik nog niet of ik regisseur wou worden. En schrijver. Maar tijdens het proces wel. Want we worden aangemoedigd met... professionele acteurs samen te werken en high-end camera te hebben. Veel budget voorzien, voor fictie zeker. Maar ik heb besloten zo van, ja, fuck it, ik ga gewoon op mijn eigen manier doen. Even inpikken, waren we daar al op het moment van, ik wil echt schrijver worden of ik wil regisseren? Was dat nog apart of heb je dat uit noodzaak allebei tegelijk gedaan? Het is, schrijver is, ik heb nooit gedacht van zo van, ja, ik wil schrijver worden, maar het schrijven heeft mij eigenlijk gekozen. Ik heb altijd verhalen en ik wou die verhalen uit te brengen, dus zo. Eigenlijk, er is een quote van Bukowski, zo, dat you don't choose writing, writing chooses you, eigenlijk. Dus, als ik begon te schrijven en ik had een paar dingen al geschreven, en dan dacht ik, oké, dan, ja, ik ben nu een schrijver. Zo was het eigenlijk, dus. Het is nooit bij mij geweest, ik wil schrijver worden, of zo. Het heeft zo mij gekozen. Ja. Maar dan de regie van de kortfilm, het gok op je eigen genomen. Ja. Maar ik meen me te herinneren dat dat echt puur was, omdat het moeilijk was om een andere regisseur te vinden. Maar of was dat ook per se van, ik wil hetgeen wat ik geschreven heb, wil ik zelf ook regisseren. Ik kan me voorstellen dat dat een belangrijk element is. Dat is wel waar, want ik zie dat wel zo. Wat ik neerschrijf, wil ik wel bijna 95% zelf regisseren. Dat komt er gewoon. Want het is je eigen visie, hoe ik dat wil neerzetten. Het is, met medicine is dat ook zo gebeurd, want ik wist het dat dat... ik wou dat op mijn eigen manier doen. Ik had heel veel nadruk gelegd op het scenario. Zeker meerdere maanden daarmee bezig geweest, dat heel strak zat. En pas dan dacht ze van, scenario is het belangrijkste en als ik dat low budget draai, wat had ik? Ik had een Golf Cabrio en ik dacht, oké, ik ga een crime road movie maken eigenlijk. En dan heb ik gezocht naar acteurs en dacht zo van, wie kan met mij mee op deze avontuur? Want ik wist het al, professionele acteurs kan ik niet betalen en het was echt een character kortfilm geworden, character driven. Dus een day in the life van twee apotheekovervallers eigenlijk. En toen heb ik Nicolas en Marwan ontmoet. En eigenlijk als we even een fast forward doen naar nu, is eigenlijk alles afgeschreven van Medicine Man, de serie. Dus eigenlijk een volledige serie. Als oorsprong eigenlijk de kortfilmen.
waar je dan samen hebt gewerkt, dat je samen meegeschreven hebt met Nicolas en Marwan. Mm-hmm. Ja, hoe is er daar eigenlijk op gekomen om daar een serie van te maken? Want dat is toch wel redelijk ambitieus om daarmee te starten. Toen die kortfilm af was, wou ik direct een langspeelfilm schrijven. Maar ik had zoveel ideeën en dat groeide en groeide. En dacht van ja. Maar na het zien van. Want mijn mama keek naar series. Toen keek ik helemaal niet naar series, zo 5 jaar geleden. En ze was aan Lost aan binge-watchen en heeft Breaking Bad uitgezien. En zei: je moet deze kijken. En dan begon ik ook series te kijken. En ik op een maand tijd, denk ik, is het Sopranos, Breaking Bad en Lost uitgezien. En dan ik was hooked on it. En dan impressive. Dacht ik zo van, ja, ik moet een serie van dat maken. En natuurlijk, ik startte daarmee en ik wist bijvoorbeeld niet waar ik aan begon eigenlijk. Maar het was gewoon zo'n attitude van go with the flow en niet aan denken, maar ik moet zoveel pagina's schrijven. Gewoon stap per stap eigenlijk, zo. Pagina per dag, of zelfs een halve pagina per dag. Soms gaat het meer, soms minder. En dan op een jaar tijd heb je wel iets om te laten zien natuurlijk. En heb je dat schrijfproces uzelf aangeleerd? Of heb je daar hulp van gehad van iemand? Of tegenwoordig via internet en zo? Ja, ik heb het dan mezelf dat bijgeleerd, ook via internet. Door heel veel screenplays te lezen natuurlijk. Je leert heel veel door screenplays te lezen. Want je brein gaat juist die character arcs en die plot points en de beats dissecteren. En dan voeg je dat zelf ook in eigen scenario toe. En ik kan me voorstellen dat je ook films ontleedt. Mm-hmm. Als je dan weet van, nou, dat zit zo in, om zelf die oefening te maken. Als je aan iemand moet uitleggen van, ja, hoe zit een film precies ineen? Zijn er een aantal punten dat je kunt opzommen? Dat en dat en dat zit eigenlijk standaard in elke film dat je bijna op tv ziet. Ja, zover ga ik natuurlijk niet. Want ik hou veel meer van organische films die eigenlijk instinctief zijn geschreven. Dus, want bijvoorbeeld, ik hou ervan naar superhelden movies te kijken natuurlijk, maar die zijn heel meester, ik zeg niet allemaal, maar meester van zijn wel heel plot-based eigenlijk. Dus, deze pagina moet dit gebeuren, deze pagina moet dat gebeuren, plotwendingen en. Dus eigenlijk als ik een film kijk, ik ben daar niet mee bezig als het een goede film is. Zo. Ja, dat zou niet mogen opvallen dan. Ja, dat zou niet mogen opvallen. En wat is dan voor u een organische film als voorbeeld? Ja, nu dat we terug zijn op superheldenfilms, dus The Joker bijvoorbeeld was een heel organische film. Ja, je wist niet waar dat naartoe ging. En ja, dat heeft me heel goed, allee, dat heeft me verrast. Zeker ook. Er zijn heel veel hints in die film dat eigenlijk niet gebeurd is. Want alle klokken in die film staan op 10 na 11. Dus je eigen conclusie wat dat betekent. Dus. Ja, wat ik me eigenlijk afvraag als schrijver dan. Want je bent dan gewoon zelf begonnen. Soms schrijf je een paar zinnen per dag, soms een halve pagina, soms een volledige. Hoe zie een doorsnee dag er eigenlijk uit voor u als schrijver? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja, een doorsnee dag, dat is zo. Schrijven is iets. Dat is een haat-liefde relatie eigenlijk. Dus. Meestal heb je slechte dagen, soms heb je goede dagen. En als een goede. Als je. Ja. Ik kom terug ook, want ik ben inmiddels. Een groot Bukowski-fan geworden. Hij zei ook zo van. Als je een goede schrijfdag hebt, of je een boek hebt afgemaakt, is als met een mooie vrouw in bed gaan en dan volgende dag betaalt die vrouw voor u voor naar bed te gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk zo. Een analogie naar het schrijven toe. Maar ja, het is
Natuurlijk, je kunt ook in de miserie, alleen in de depressie vallen, als je een slechte dag hebt, dan denk je, oh, gaat dit nu het einde zijn? Dit nu de, gaat die writer's block eeuwig blijven? Ja. Maar ja, ik leer me daarbij uit die funk te halen door veel te lezen. Dus, en jouw brein werkt op een rare manier en dan komt dat ineens... een andere idee, ineens, allee, uit het niets. Ja. En natuurlijk ook, een idee op zich is weinig, want je moet ook neerschrijven op een heel, op zo'n manier waar dat de lezer kan die pagina, allee, dit boek of het scenario niet... hij kan hem niet stoppen. Hij moet blijven voortlezen. Hij mag niet de aandacht verliezen. Ja, dat hij zo'n ritmisch gevoel hebt. Zo van pam, 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 zo verder. En oké, ik kan nog een bladzijde, nog een bladzijde lezen. Wat ik wel interessant vind om even op in te gaan, is over die writer's block. Mm-hmm. Wat zijn trucken van u om daarmee om te gaan? Eén ding is al om andere dingen te lezen. Ja. Zijn er nog dingen dat je doet? Ja, wat bij mij helpt is gaan joggen, lopen, zweten. Dus, en dan, allee, je voelt, oké, ik heb vandaag niet veel geschreven, maar ik heb toch aan iets gewerkt. Aan jezelf. aan mezelf. En ja, het is veel naar writing advice te luisteren. Ook, ja, het is ook zo, je moet pushen. Dat is ook, Steven Pressfield schreef ook erover, dat het ergste, allee, wat je hebt, writers hebben, is de resistance, eigenlijk. En je hebt die resistance in nu elke dag en je moet die overkomen. Probeer iets te schrijven, get your butt in the chair, eigenlijk. Dat is een resistance om niet te beginnen schrijven. Ja, en het ding is ook, want je bent ja, eigenlijk je worst enemy zelf. En het ding is ook zo, wat de mensen denken, ah ja, je hebt een slechte dag gehad, je hebt waarschijnlijk weinig ideeën. Nee, dat is juist andersom, je hebt veel ideeën. En je moet die ideeën dissecteren, eigenlijk. Van ja, slechte ideeën, die kun je direct weggooien. Matige ideeën ook, maar dan kom je bij goede ideeën. En heel goede ideeën. En dan moet je eens zien, want soms heb je ook zo een scène waar dat je hebt een heel goed idee, maar dat past er niet in. Want je moet de pagina's, eigenlijk die sequentie, en of het verhaal op zijn eigen als een geheel zien. Een overview hebben, want als je hebt in elke scène een heel goed idee of er gebeurt iets drastisch of zo, ja, overal ga je zien dat dat niet, alleen dat matcht niet. Dus moet je zo sacrifices doen. Oké, als ik deze ga droppen, maar zet ik een minder goede idee daarin, alleen die op zich ook nog goed is, maar werkt het beter en maakt het stuk van je haar sterker, ja. Maar dat lijkt me toch iets heel moeilijk om te zien van, om zelfs op te merken dat deze een goed idee is. Is dat met ervaring dat dat komt? Of? Ja, weet je, dat is zo, met de ideeën is zo dat als dat blijft hangen bij u, ja, Stephen King zegt ook waarom dat hij geen notebook heeft. Want hij zegt, dat is de beste manier om je slechte ideeën op te schrijven, eigenlijk. Want hij zegt, the good stuff stays, eigenlijk. En eigenlijk veel van mijn schrijven gebeurt tijdens het niet schrijven. Ik ga nooit vertrekken van een standpunt van, wat moet er nu in het verhaal gebeuren? Waar moeten we naartoe gaan? Wat is het team van deze sequentie of een scène? Nee, bij mij is altijd oké, wat zou die karakter doen? Wat zou die karakter doen? Dus eigenlijk
in zijn brein gaan. Oké, hij zou dit niet doen, maar die andere zou dat wel dat doen. En soms kom je bij verrassingen en schrijf je zichzelf in de nesten soms, want je had eerst een outline van gemaakt in je brein van oké, deze gaat werken, maar nu ineens niet meer. En dan ga je zien, nee, wacht. Het kan wel werken. En dan, je bent, dat vind ik altijd cool en belangrijk, dat je als verhalenschrijver, dat je niet twee, maar drie stappen verder bent dan je kijker eigenlijk. Want je mag nooit... Ik vind nogthans dat je mag nooit het eerste idee pakken, want de lezers en de kijkers zijn slim. Het tweede idee is ook niet goed. De slimmere kijker gaat dat zien, dus gaat zien de derde manier. Zo van, oké. Ah, en dan gaat de lezer zo of de kijker zo van, daar had ik nooit aan gedacht. En dan kijkt hij terug. Maar dit makes sense. Ja. Zo, op zo'n manier eigenlijk. Hmm. Ja, dat is wel interessant eigenlijk. Maar wel een zwaar proces ook, als je inderdaad over elk idee een paar keer moet gaan nadenken van, ja, is deze niet te obvious, maar ook niet te moeilijk zijn natuurlijk. Je moet daar natuurlijk een gulden middenweg in vinden voor je kijker, dat klopt. Een ander belangrijk stuk dat ik weet bij u, dat jij een grote fan bent, dat hoort ook in je soundtracks bij de kortfilms, en van synthwave. Dus jaren 80 en 90, dat is een belangrijk stijlelement dat toch wel vrij obvious terugkomt in het werk dat jij maakt. Van waar komt die fascinatie? Ja, die fascinatie met New Wave, Synthwave en alles komt eigenlijk van mijn vader, want mijn vader was vroeger DJ. En ik ben eigenlijk opgegroeid tussen het muziek eigenlijk. In ons appartement, want mijn vader was zijn sets eigenlijk aan het beoefenen en ik zat ernaast, dus ik hoorde altijd deuntjes, ritme en was ik zo, ik werd eigenlijk gebrainwashed met die soort muziek. Ja. Dus. Oké, dus dat is eigenlijk van kleins af aan, is dat erin gepeperd geweest door uw papa dat als DJ werd. Maar natuurlijk, ik luister naar alles, maar die tijdperk is wel gebleven bij mij. En het ding is nu wel, ik zie dat bij ook veel andere series, gelijk Stranger Things, of ook sommige films, of thema's van Marvel films zelfs, dat die 80s-stijl en 90s, dat heel hard in is nu op het moment. Is dat iets dat je dan voelt van, misschien is het wel een goed moment om met mijn verhaal naar buiten te komen, dat wel ook sneller aanvaard zal worden door, of opgepikt zal worden door de community? Ja, met de muziek is wel zo, het mag nooit een gimmick zijn, vind ik zo. Oké, ik ga dat werkt dus nooit bij mij zo van, ik vind dat wel een goede liedje, is heel ethisch en ik zal dat onder de track, in de film zetten. Dat is nooit bij mij zo geweest. Ik werk samen met, ik heb heel veel geluk gehad dat een van mijn beste vrienden, heel door Maribo, a.k.a. Handstown, een componist is. En we hebben allebei die fascinatie voor synthwave en hij heeft eigenlijk voor al mijn kortfilms muziek gedaan. Dus, en we vertrekken ook nooit van het, oké, we zullen nu iets van muziek onderzetten of hij gaat iets componeren dat cool is. Het is altijd zo, hoe kunnen we die scène enhancen, beter maken, dat samenvloeit met die emoties van die karakters. Dus. En Stranger Things is natuurlijk anders, want het speelt zich af in de jaren 80, dus moet je wel zo'n soort van muziek gebruiken. Maar bijvoorbeeld het blenden van genre muziek. Bijvoorbeeld in Medicine Man, het is heel ruw. Soms. Maar het heeft ook zo'n vrouwelijke kant. En die vrouwelijke kant is juist het muziek. En dat balanceert dat. Die ruwe mannelijke kant van het verhaal. Je steekt er bijna als een personage in. Als een vrouwelijk personage in dit geval. Ja. Anders is het te veel. Too much kan het ook zijn. Ja, ja.
om soms de hevige violence toch een beetje af te zwakken met bijvoorbeeld en die muziek erin te steken. Ja. Oké, cool. Om even naar iets anders te gaan. Je hebt ook een boek geschreven, The Man from the Fridge. Ik heb het vorige week uitgelezen op een viertal uur, in één stuk eigenlijk. En ik vond het heel goed. Dank u. Ik heb nog niet direct notes om meteen te zeggen, maar ik wou wel eens horen hoe dat je ermee gestart bent en van waar dat je inspiratie komt. We kennen elkaar natuurlijk en ik weet dat het gebaseerd is op je leven ook, een stuk van uw papa. Maar ik vind dat wel tof om daar eens even over te praten. Ja. Toen ik 17 was, ben ik voor drietal jaar teruggegaan naar Pernu, naar de stad waar ik geboren ben, om bij mijn grootouders te wonen. En daar heb ik laatste 3 jaar van middelbaar afgemaakt eigenlijk. Gymnasium, dus volgens het Duitse systeem. Ja. En toen heb ik eigenlijk mijn vader terug leren kennen, want die was heel absent eigenlijk tijdens mijn jeugd. Dus hij kwam eigenlijk bij zijn ouders terug wonen. Hij heeft eigenlijk die rebelsheid van mij naar boven gebracht. We zijn samen eigenlijk gaan uitgaan. Dus. Ja. En er is heel veel gebeurd natuurlijk, maar het boek is eigenlijk een... alles is zo elevated, hoger gebracht. Eigenlijk de situaties en zo. Dat zijn altijd zo dingen geweest die ik dacht, ik zou dat doen, maar ik doe dat niet. Dat is misschien mijn alter ego zou dat doen. Dus ik kan niet zeggen wat waar is, wat niet waar is, want dat is altijd dat is voor de lezer, is dat is altijd hetzelfde te denken. Maar de characters zijn wel... ik kan zeggen hoe het begonnen is eigenlijk. Ik wou dat... Op mijn 23ste begon ik dat te schrijven. Maar het was te groot voor mij. Ik had nog niet... Ik had heel weinig geschreven. En ook, aan mijn eigen zeggen toe, weinig gelezen. Ondanks dat ik toch wel veel lees. Maar het was too much voor me. En dan, maar dat verhaal bleef hangen bij mij. En toen ik was 28, dus ik ben inmiddels 31, toen ik 28 was, gaf ik les cinematografie aan de International Film Academy. En ik had daar goed geld verdiend, maar op de dag dat ik ontslagen werd, want die academie werd... Stopgezet. En juist op die dag, uit frustratie, begon ik direct te schrijven. En ik dacht zo van, ja, fuck it, want het is zo van... Ik dacht, ja, ooit ga ik een boek schrijven. Maar juist op die dag begon ik ermee. En het was ook een beetje frustratie, een beetje naartoe ook, want scenario's worden gelezen alleen door producenten en acteurs, want het is een blueprint en het is de eerste stap om een film van te maken. Maar een boek, dat is een finished thing eigenlijk. Jij bent de art director, je bent de regisseur, je bent de schrijver, je bent de soundmixer, de componist, dus. En ik wou iets hebben van... dat verhaal dat ik kan met mijn schrijven naar buiten komen. Dus misschien leent zich dat ook, dat boek ook, dat mijn scenario's worden gelezen. En ik begon ermee dat boek te schrijven in 2016. Heb ik een eerste draft geschreven. In 2017 was ik er klaar mee. Dan is er een... tragedie in onze familie gebeurt. Mijn stiefvader is doodgegaan. Hij is 6 maanden opzij gezet, dat verhaal. Maar dat bleef mij zo een beetje haunten, eigenlijk, het Engels gezegd zo. Heb ik dat verhaal teruggelezen en was echt niet goed, maar daar waren goede stukken in. Heb ik een volledig die eerste versie herschreven.
En dat heeft eigenlijk 2 jaar geduurd. Tussendoor heb ik dat geschreven tussen medicine en de serie. En ja, nu is het af. Zo gezegd, laten we zeggen zo, 90%. En wat is de volgende stap? Is dat publisher zoeken? Ja, ik moet nu rusten. Allee, ik ben nu aan het zoeken naar... een lijst aan het maken van agents en publishers die het verhaal willen lezen. Het is in Engels geschreven. Het is heel Amerikaans eigenlijk. Ja. Engels ligt mij veel beter eigenlijk dan in het Nederlands te schrijven. Dat hoorde wel vaker, hè? Dat makkelijker is om in het Engels te schrijven dan in het Nederlands. Is dat omdat we met Engelse films zijn opgegroeid, denk je? Daar kan ik niet op zeggen. Ik kan wel enkel van mijn eigen standpunt zeggen, want in Estland leren we Engels aan sinds ons tweede leerjaar eigenlijk. Mm. Ik heb altijd 6 uur Engels gehad per week en ook veel in het Engels gelezen. Ja, films ook wel, maar met films is wel zo, want vind ik zo van... Er zijn eigenlijk bij het schrijven is het echt zo van eerst leer je iemand goed te kopiëren. Ja, favoriete schrijver, favoriete... of is het scenario schrijver of van romans. En als je goed kunt kopiëren, dan ga je imiteren. Hm. En... als je goed kunt imiteren, dan komt ertussen, begin je eigen, op je eigen manier eigenlijk te schrijven. Dus ja, ik heb die fase al gehad en ik denk dat ik nu met dat boek zeker... het is mijn eigen ding, het is geen imitatie meer. Nee. Dus. En ik ben wel benieuwd, wie was u een kopie? Wie was je aan het kopiëren in het begin dan? In het begin... Ik was aan het kopie. Ik ben een grote fan van Bret Easton Ellis, Chuck Palahniuk. Palahniuk heeft Fight Club geschreven, Bret Easton Ellis heeft Less Than Zero, American Psycho. Mm. Het is eigenlijk, ik hou van minimalisme. Woorden zijn krachtig en dat je... Ja, en Bukowski ook natuurlijk. Maar ik heb Bukowski een beetje later ontdekt. Maar die heeft me wel ook geïnspireerd. Maar het boek eigenlijk die mij bracht om mijn eigen boek te schrijven was Clockwork Orange eigenlijk, van Anthony Burgess. Mm. Ja, dat was echt... dat was van die standpunt... Alex die doet ook een hele grote sprong van een evil guy, somewhat misunderstood, naar volkomen gerehabiliteerde persoon. Ja, ja, wordt ook helpen aan een omgedraaide switch. Ja. Ja. Goeie film ook trouwens. Mm-hmm. Hoe ziet het eigenlijk verder verlopen, uw carrière, denk je? Dat je? Want je hebt er nu al een aantal afgewerkt, maar een publisher zoeken... productionele steun voor Medicine Man, dat op zich is dat ook al een hele moeilijke weg om af te leggen. Ja. Hoe zie je dat vorderen? Ja, het is zo... Ik heb natuurlijk voor mezelf die weg gekozen, want na het afstuderen van Rafi werd je van... ga je eigenlijk in die sector van cameramensen, van lichtmensen... Ga je reportages en reclames draaien en zo. Niet dat ik er iets tegen heb of zo, dat is goed. Maar ik heb zoiets van, jij moet ervan houden. En het is altijd bij mij zo geweest, als ik op school was ook, ja... Ik kan eerlijk zeggen, ik haatte altijd die opdrachten waar je moest reportages doen, reclames doen. En ook eigenlijk... fictie doen van iemand anders... scenario. En hier komt misschien mijn ego naar boven of zo, maar ik voel me gelukkig juist als ik iets kan neerschrijven die dicht bij mijn hart ligt. Dus
ja, toen ik uit het school, allee, uit Narafi kwam, ben ik nog naar de UvA gegaan. Het schakeljaar gaan volgen, filmstudies en visuele cultuur. En eigenlijk daar, door de papers te schrijven, heb ik het schrijven ontdekt. Want voordien had ik een hele grote resistance. Ik geloofde niet in mijn schrijven, maar daar had je deadlines en je moest het af hebben. En eigenlijk, zo heb ik mijn angst voor het schrijven doorbroken. En was dat dan ook iemand dat je positieve feedback gaf, waardoor dat je dacht van ja, misschien is schrijven toch echt wel mijn ding? Daar niet, maar het was wel met Medicine Man, een kortfilm, want iedereen, mensen die dat zagen, zeiden allemaal, ze waren bezig altijd over karakters, niet over de film, maar ze herinneren zelfs de namen van die characters, Franco en Saita. Een kortfilm zoiets kan doen. En ze waren constant bezig, ik zou echt willen dat ik zo'n dialoog zou kunnen schrijven als jij. Dus ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dialogen zijn altijd bij mij heel organisch geweest. Ik kan wel zeggen, ik heb wel een goede oor voor dialoog eigenlijk. Ja. Ja, en wat dat ik nu doe, is probeer mijn break te doen naar de filmindustrie en de literaire wereld eigenlijk. Maar ik onderhoud mezelf, hoe zal ik zeggen, ik supporter mijn film en het schrijfcarrière door in de bar te werken eigenlijk. Ja. Ik ben een bartender, zoals veel schrijvers zijn. Mm-hmm. Ja, het schrijven is eigenlijk hypnose. En je moet die tijd hebben, die uren hebben, om te schrijven. Want je kunt niet, ik nogthans, ik kan niet zo van, ik heb 1 uur tijd, deze dag, 2 uur tijd, ik kan proberen schrijven. Dat gaat niet. Dan zit je daar gewoon, maar het is zo altijd, elke dag zo van, morgen is een writing day, morgen heb ik tijd. Gewoon, morgen is dag om te gaan werken in de bar. En door het dingen van, waarom vind ik in een bar te werken goed, momenteel? Dat is goed voor mijn creatieve geest eigenlijk. Want dat is een routinejob, je moet er niet veel bij nadenken. Je doet gewoon through the motions, going through the motions. En tijdens je shift denk je aan je verhaal die je moet schrijven. Eigenlijk doe je de framework van je verhaal tijdens de job. Ja, ja. En, maar bij in de creatieve sector te werken als cameraman of sound guy, lichtman, dan ben je constant. Moet je constant alert zijn, want er zijn altijd nieuwe momenten waar dat er is geen moment. En het is, voor mij is dat zo heel draining. Zo. Ja, je bent al constant bezig als je in die sector werkt. En ik snap heel goed wat je bedoelt, maar als je als bartender zelf of een ander job waar je eigenlijk je taak is vrij eenvoudig en dat biedt u de mogelijkheid om je tijdens de job ook nog te focussen, maar dat je ook niet te vermoeid bent achteraf om een volledige dag te schrijven. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat wil kan niet zeggen. Bij mij, die routine is goed voor mij. Ik heb die routine zeker nodig tijdens het schrijven van een boek. Zo echt dat gestructureerd is eigenlijk. Zo heel veel, bij mij is echt zo van heel veel chaos in mijn kop, maar wel het alledaagse leven moet routine hebben eigenlijk. En dan kan ik mij focussen op, maar als zo elke dag zou zijn, je moet naar daar toe gaan, je moet dit doen, en dan moet je dat doen. Een list van, je moet iets repareren of dat is te veel. Ja. Maar het schrijven eigenlijk, dat pakt heel veel energie uit u. Je moet het bijna uit de kotsen soms. Om tot iets goed te komen. Die exorcist. Ja. Als afsluiter misschien een vrij clichévraag, maar wat zou je zeggen aan toekomstige schrijvers die nu 18 zijn, die
filmschool gaan doen. Ja, omdat ze denken, ja, ik wil iets met film doen, al iets schrijven, of ze weten het misschien nog niet. Mm-hmm. Maar wat is een tip dat je kunt geven aan hun? Ja. De wise guy. De wise guy, ja. Dat zullen we nog zien. Maar het ding is, doe wat je gelukkig maakt. Begin niet te denken van, ja, ik ga dat ooit doen, want dat ooit zal misschien nooit komen. Dus begin er gewoon direct. En als dat schrijven is, ja, schrijven kost geen geld, dat kost gewoon heel veel energie. En ja, veel mensen zeggen, ja, als ik tijd zou hebben, zou ik ook schrijven. Maar ja, het is veel gecompliceerder dan dat. Je hebt nooit tijd, je moet tijd vrijmaken. Ofwel, je hebt tijd en dan weet je niet wat je moet schrijven. En je zegt zo van, ja, ik wil schrijver worden. Voordien zei ik dat al, ja, het schrijven kiest u. Het zou eigenlijk moeten zijn, ja, ik heb een verhaal, ik moet dat neerzetten. In plaats van, ja, ik wil schrijver worden. Dus doe het gewoon, pak papier en pen, schrijf. En ook heel veel lezen. Want het ding is ook, lezen is werk en je denkt zo van, ja, dus ik ben niet productief bezig, ik ben niet aan het schrijven, maar eigenlijk ben je wel. Je bent aan het zien hoe de anderen hebben geschreven. En lees ook niet in je eigen genre, lees ook in andere categorieën. Bijvoorbeeld science fiction, zelfs als je dat niet schrijft. Hè. Dus je leert er veel bij. Ja. Doe het gewoon, dat is mijn ding. En op een dag, allee, het ding is gewoon zo, als je het blijft doen, als je koppig bent en als je een beetje talent hebt, want je mag niet gewoon zo, ah, ik kan met mijn kop tegen de muur staan en ik kan schrijven. Maar als je ziet al, mensen beginnen je te noticen, oké, ze lezen je verhalen van begin tot einde, dat zal een teken zijn. Dus begin kort filmscenario's, korte verhalen te schrijven. En als die goed zijn, ja, doe een boek of zo. Dus gewoon doen. Oké, goede tip. Welke serie, film of boek moeten we nu kijken volgens u? Of lezen? Als je een tip mocht geven. Serie. Toen heb ik zo over nadenken. Er juist, een paar maanden geleden, High Rise uitgelezen van Ballard. Eigenlijk, het is ook onlangs verfilmd geweest. Ik weet niet meer wat de naam van de regisseur was. Maar High Rise is echt mijn recommendation, eigenlijk. En dat gaat over? Dat gaat over een appartementsblok van 40 verdiepingen, waar dat bovenaan al de rijken wonen, de middenklasse en beneden de armen. Maar eigenlijk is het is niet zo'n groot klasseverschil. Het is zo eigenlijk dat bovenaan wonen echte luxury mensen. Ook de architect van het gebouw woont daar. In het midden van het gebouw wonen de ook rijke welgesteld. En in helemaal beneden eigenlijk is middenklasse. Dus iedereen verdient hun kost heel goed. En in dat appartement van 40 verdiepingen is er ook een winkelcentra, een zwembad. Ik denk ook een theater, dat ben ik niet meer zeker. Maar je kunt alles daar doen, je moet zelfs het appartement verlaten. Alles zit erin. Maar het is zo dat die klassen gaan met elkaar mee in discussie komen en ze beginnen de liften te saboteren. En het is zo gestructureerd ook zo dat wie hogerop woont, die mag hun auto's dichterbij het gebouw zetten. En wie lager woont, moet de auto's verder van de parking zetten. Ja. Dus wordt totale anarchie door middenklasse begint in opstand te komen. Ja, zo. Ja. Het is een zeer interessante lectuur. Oké, dat ga ik onthouden. Dat ga ik nu eens lezen. Dus
High Rise aanrader. Mm-hmm. En dan hopelijk kan heel de wereld uw boek snel lezen, als we een publisher hebben. The Man from the Fridge. The Man from the Fridge, voilà. Yeah. En dan gaan we sowieso ook een link bijzetten naar uw website, Lontfilms. Ja. Link naar Medicine Man, de kortfilm en Happy Days. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe dat verder gaat vorderen met Medicine Man, de serie. Voilà. Ik stel voor, Freddy, dat jij de podcast afsluit in het Est. Oké. Okay. Ik ga gewoon aanvaarden wat je zegt, ook al is het iets totaal anders. Maar, maar we gaan het aan het Masia Wisintulla, jij dat cool aan mijn Est. Oké. Ik veronderstel dat dat een afsluiter is. Ja. Goed. Nee, heel erg bedankt om langs te komen. Het was heel interessant en een hele eer om hier te ontvangen. Ik was Maxime, Wannes was mijn co-host. En op naar de volgende aflevering.